Mag u hier inhalen? Voor ruim 60 mensen was het maandag toch even een spannende ochtend. Ze deden mee aan de Broemtest. Een test waarbij 50-plussers onder andere hun rijgedrag kunnen testen. Mensen gaan, hoop ik, aan een Broemtest meedoen omdat ze zelf ook vinden dat ze eigenlijk wat slordig, wat verveeld autorijden, niet goed opletten. Vaak is het zo dat ouders door kinderen gestuurd worden naar de Broemtest. In de verkeerswetgeving is van alles veranderd en dat gaat aan ons voorbij. Moet u de auto voor laten gaan? Er komt nog veel meer bij kijken, want we laten alle deelnemers ook weer eens een soort opfriscursusje verkeersdeskundigheid over ze heen komen. We hebben daarnaast een officiële ooggetest, een oogtest en we hebben een officiële audicien die de gehoortest afneemt. Mag ik even met beide ogen kijken, meneer? Ja, ik ben ATRBPAN. Door een Broemtest te doen weten de deelnemers weer exact waar ze staan en waar zij moeten werken om veilig aan het verkeer deel te blijven nemen. Het is 40 jaar geleden. En denkt u dat het gelukt is? Ik hoop het. Ik heb een beetje vertrouwen in. Als u nou daar naar achter toe rijdt, dan draait u hem daar maar ineens rond. Okay. Indien de deelnemers een slechte test afleveren, heeft dit geen directe gevolgen. Wel krijgt men een advies van de instructeurs mee.